Ja, nou, ik hield altijd al een beetje van pretsen en uitzoeken. Ja, en als kind al? Ja, als kind al op lagere school. Hier in Eindhoven weten we natuurlijk alles van innovatie. We hebben genoeg slimme mensen die zich met high-tech bezighouden. Maar naast al die slimme koppen hebben we natuurlijk ook slimme handjes nodig. Want daar kunnen we nooit genoeg van hebben. En daarom kijken wij naar het geheim van de echte vakman. Vandaag zijn we bij New Ways om eens te kijken waar Rob Vermeulen, de winnaar van de Noordhofprijs in de categorie Megatronica, zich zoal mee bezighoudt. Rob. Hoi. Het is, ik ben wel een half uur bezig geweest om mijn eigen om te kleden. Waar is daar allemaal voor nodig? Ja, dat is, onze klant die wil geen vuiltjes hebben, hè, want anders kan de machine straks gaan verstoren. Deze producten komen namelijk in die machine. En alles wat hier afvalt, zou op andere producten van ASML, bij de wevers en alles terechtkomen, waar die hele kleine fotootjes gemaakt worden. En dan heb je een probleem. En dan heb je verstoring, want waar dat vuiltje ligt, wordt het plaatje niet belicht natuurlijk. Hè. En wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Ik ben momenteel een MMCR aan het sluiten dan, zeg maar. Die sluit ik hier aan op onze P-tool. De P-tool die simuleert eigenlijk de machine van ASML. En die gaat dus kijken of de hele functionaliteit van DREC klopt. Zoals de klant het dus ook wil hebben. En als er ergens iets niet klopt, los dan ga je het op? Dan moeten we aan de bak om het te fixen, dat het in ieder geval toch geleverd kan worden. En als je het niet gevonden krijgt, komt daar wel eens voor dat je het niet opgelost krijgt? Dat komt eigenlijk niet voor. Je hebt niet voor niks de Noordhofprijs in de categorie Megatronica gewonnen, denk ik dan. Ik denk het niet. Nee, ja, precies. Ja, ik vind dat ik gewoon mijn werk doe, maar ja, waarschijnlijk ga ik net een streepje verder als iemand anders hier. Kijk, duidelijk. Kun jij mij vertellen hoe jij... De liefde voor dit vak bij jou begonnen is? Ja, nou, ik hield altijd al een beetje van pretsen en uitzoeken. Ja, en als kind al? Ja, als kind al op lagere school was ik al van allerlei dingen aan het maken en aan het repareren. Als het nou maar hout was of metaal, maakt niet uit. Of elektrisch. Ik heb zelfs vroeger al een keer een klokradio van een leraar van de lagere school gerepareerd. Dus ja, het zat er al vroeg in. We hadden toen al in de gedachte, ik ga een opleiding doen zodat ik... In ieder geval, een techniek was in ieder geval wel waar ik iets mee wou. Alleen ik weet nog niet of het metaal was of elektrisch, maar op een gegeven moment had ik wel van, ik wil in een brugglas krijgen dan van alles. En dan op een gegeven moment denk ik van ja, de elektrokant is dan toch wel echt waar ik in wil. Ja. Dus toen heb ik LTS elektro gedaan, MTS elektro. En toen is het een beetje gaan rollen. En wanneer ben je bij New Ways? New Ways ben ik in augustus 94 begonnen. Een voorbeeld voor de kijker van ja. Die denkt, ja, maar concreet, waar houdt het in? Wat maakt u? Ja, we maken van kleine kastjes waar een printplaat zit of alleen maar bedrading. Tot hele grote besturingskasten voor machines van ASML. Oh, okay. Ja, het is eigenlijk van alles. Het is behoorlijk wat variatie in. Ja, en als je als tester, net als ik, bezig bent, elke dag is anders natuurlijk. Hè? Want je test nou iets. Vandaag werkt dat gedeelte niet en morgen werkt dat gedeelte niet. Dus je hebt ook elke een andere storing aan het lossen. Maar het is ook wel eens fijn als je aan het testen bent en gewoon alles gaat goed. Hè? dat vind ik ook niet erg. En wat maakt jou zo goed in wat je doet? Dus ik weet dat het lastig is om te zeggen, maar probeer het toch maar gewoon. Ja, ik wil al wel precies weten waarom dat fout gaat. Ik kan het eigenlijk niet zo goed loslaten. Als ik eerst mee bezig ben, dan duik ik erin totdat ik gevonden heb wat de oplossing is. En die krijg je altijd wel gevonden? Ja, over het algemeen lukt me dat wel, ja. Dan gaan we best goed af. Als je zo handig bent en je zult waarschijnlijk ook als je gewoon thuis komt mensen aanbellen en zeggen... Rob, kijk eens even, want het is kapot. Ja. Helaas wel. Dus dat is niet altijd even fan. Nee, want jij kunt moeilijk nee zeggen. Ja. Maar ik doe ook vaak gewoon voor thuis voor een beetje af te koelen. Doe ik ook gewoon. Op de marktplaats koop ik ook wel eens dingen gewoon die defect zijn, dan repareer ik die weer. Wat denkt u dat jouw collega's over jou zullen zeggen? Ja, dat is een hele goede vraag. Voor zover als ik weet, zijn ze heel tevreden. Maar ja, ik denk dat je het beste zelf kan vragen. Nou, dan gaan we dat doen. Ja. Beste mensen, we zitten hier vandaag voor jullie collega Rob Vermeulen, winnaar van de Noordhofprijs. Ja.
verdiend. Zeker dat hij het verdient. Ja? Ja. Buiten het feit dat hij dit testte, ja, moet je ook nog mensen begeleiden, opleiden, etc. En hij is zeer serieus, soms net te serieus, mag wel soms wel wat losser. Ja? Ja. Is... Ik zag hem komen als manneke, als broekie, dus. We zijn goed opgewerkt van monteur, van duizenden wirehapjes leggen tot een volwaardig tester. Zo werk ik hem kijken tot nu toe, weet hij altijd, heeft hij overal wel een oplossing voor. En hij brengt het altijd met een vleugje humor. Soms. Goed, Rob, conclusie. Twee punten wat iemand nou een echte vakman. Hoe wordt een echte vakman? Of twee tips voor de mensen die hier naar zitten te kijken. Ik denk vooral doorzetten. Doorzetten. En proberen. Doorzetten proberen vind ik één eigenlijk. Wil een tweede. En hoe vaker dat je doet, hoe makkelijker dat wordt natuurlijk. Meters maken. En erin duiken, ja. Meters maken, ja. Erin duiken, ja. Meters maken. Nou, hartstikke bedankt. Ja. We hebben het. Nou, dat was weer een erg mooi en inspirerend verhaal. Ben jij ook benieuwd naar vakmanschap, wil je er meer over weten? Kijk dan naar alle afleveringen. En wil je een echte vakman gaan worden? Ga dan naar de jobpoort van Brainport Eindhoven.